Meneer Zielman, fractieleider CDA Almelo. U was eigenlijk de enige die het had over die, die 100.000 voor, voor het goochelaarscongres. Ja. Het is toch een behoorlijk bedrag. Dat klopt, dat klopt. Dat vond onze fractie ook. Vandaar ook dat wij van mening waren dat wij bij de behandeling van dit punt toch moesten aangeven. Vooral omdat het uit het potje komt van stimulering binnenstad en dan de subpot spontane binnenstad. Die is voor evenementen en daar mag inderdaad het college geld uithalen om dat voor dat soort projecten te gebruiken. Die opdracht hebben ze al van ons meegekregen, dus vandaar dat ze dat ook niet meer langs de raad hoeven doen. Wat wij er echt wel bij, wat ons daarbij bevreemde, is dat normaal gesproken evenementen worden betaald uit de pot die wij beschikbaar stellen aan Almelo Promotie. En deze, buiten alles om, toch richting de Magic Festival is gegaan. Samen met inderdaad de 50.000 euro ook nog eens van de provincie. Dus vandaar dat wij bij dit punt de vraag. Het lijkt er een beetje op dat die gevelproject dat een lange termijn project is. En dit goocheltoernooi, zeg maar, dat is toch korte termijn politiek. Ja, nou ja, goed. Het valt strikt genomen dan misschien wel bij de spontane stad. Dat is voor leuke dingen voor in de binnenstad. Alleen, wij zijn van mening, moet dat zo duur zijn? Hè? Het is 50.000 euro in een tijd waar we allemaal moeten bezuinigen. Hè? We hebben net de perspectiefnota vastgesteld waarin nog extra bezuinigingen boven tafel kwamen. En vandaar ook dat wij inderdaad ook van mening zijn dat 50.000 euro wel erg veel geld is om in zo'n festival te stoppen. En vandaar de vraag vanavond. Nog even over die motie van tegen Van Marlen. Over dat, nu kan ik me voorstellen dat u niet zo snel tegen uw eigen wethouder een motie indient of mede ondertekent. Maar het is toch wel een signaal vanuit gegaan, neem ik aan. Ja, nou ja, goed, dat is ook wat meneer Stork, denk ik, ermee beoogde. Aan de andere kant, als je het punt SEC bekijkt waar het over gaat en dan het pad dat is gelopen, dat heb ik in de raad ook aangegeven, vinden wij dat het pad juist bewandeld is en dat er de juiste maatregelen zijn genomen. Als je ziet dat in 2010 het raadsvoorstel met 20 voor en 12 tegen is aangenomen om deze wijze te nemen, hè, voor het innen van het geld, dus eerst 2,5 miljoen betalen, daarna een miljoen terugkrijgen. En in 2011 gelijk al duidelijk werd dat die 1 miljoen niet terugkwam. Toen is er gelijk aan de bel getrokken. Toen zijn ze gelijk de nodige stappen genomen om het bedrag te innen. Dus vandaar ook dat we hebben gezegd, wethouder, u heeft het juiste pad bewandeld en u heeft de juiste procedure gevolgd. Als dat niet zo was geweest, dan waren wij natuurlijk ook een andere mening toegedaan. Maar wij zijn van mening dat de wethouder juist heeft gehandeld in deze. Ja, zelf zegt de wethouder nu dat als er zich een soortgelijke situatie zou voordoen, dat hij dan in plaats van een concerngarantie een bankgarantie zou vragen. Ja, dat begrijp ik. Maar ja, dat is door schade en schande wordt men wijs, zeggen ze wel eens. En kennelijk is het nodig. Bij het aanvragen van de bankgarantie en dergelijke kregen ze een positief advies terug. Ja, om dan nog eens een keer te gaan controleren om het te controleren, dat wil je ook niet altijd. Dus je gaat ervan uit dat de informatie die je krijgt goed is. En daarom vind ik het ook heel plausibel dat de manier waarop het is aangevlogen deze manier is geweest. Die heeft twee mannen, Ramon Sinkerdam en Vlaagse Boom. Eind september lanceren nog de volledige Nederlandse ploeg. En Sainz. En hier dan de volgende passage met Tankink aan de leiding. Daar komen ze dan, daar komen we dan van peloton. Nog steeds vier mannen sterk, allemaal mannen van Bogert en Breuking. En dan is het de mannen uit de regio, uit Twente, de vierde man in de rij bij het team Rompot Oranje Peloton. Hou eens lang. Het gaat goed, hij wil de leiders spelen. Thank you.
kopgroepje met Goeree in zijn wiel. Dan de man uit Oldenzaal, de jongen. En dan zien we ook Nieuwe Westen. Die twee mannen, Ramon Sinkeldam en Vlaagse Boom. Eind september, dames en heren, nog de... volledig Nederlandse troep. En zijn ze... En hier dan de volgende passage met Tankink aan de leiding. Daar groeten ze dan, daar komen we dan van peloton. Dat is vier mannen sterk, allemaal mannen van Bogert en Breuking. En dan is het de man uit de regio, uit Twente, de vierde man in de rij bij Team Rompot Oranje Peloton. Hou eens lang. Het gaat goed, hij wil de leider spelen. Dale banda, ponte pa' mi. Mannen van 35 en 45 plus, kom van de bank af, ga voetballen. We hebben een prachtig initiatief bij Oranje Nassau in samenwerking met PH, een 45 plus toernooi. Iedereen is welkom. Kijk op de website, 25 september is iedereen welkom bij Oranje Nassau. Doe mee en geniet ook van die derde helft. Thank you.
Mannen van 35 en 45 plus, kom van de bank af, ga voetballen. We hebben een prachtig initiatief bij Oranje Nassau in samenwerking met PH, een 45 plus toernooi. Iedereen is welkom. Kijk op de website, 25 september is iedereen welkom bij Oranje Nassau. Doe mee en geniet ook van die derde helft. Wij waren gewoon even voor het kamp. Dus we zijn onderweg naar de Metropole Almelo. 2005, we zijn gestart van de opstand van de laatste ronde. Zo is het. Oké, dames, ken ik ook. Van ons in de leukste schrijf op ook actief. Om de koe inderdaad. Pas op voor die koe. 150 meter moet waren. Kom op. We zijn er bijna. Ja, we hebben een winnaar. Blauw heeft gewonnen. Ja, ook aan de stand is een broertje van onze Nederlands kampioen Nicky Tripska. Ja, en was de bedoeling om nu de Holtjesstraat en Godestraat Zuid te doen, omdat daar nogal heel veel wordt afgebroken. Ik heb Herman Astlijnen bereid gevonden, maar daar vroeger altijd de postbezorger, die weet alles. Deze kant van de Holtjesstraat wordt helemaal afgebroken en dit wordt ook helemaal afgebroken met de Godestraat Zuid. Ja. En dan mogen we nu hier beginnen en hier naartoe lopen en als we dan bij Dead zijn, dan gaan we bij de Oude Veemarkt verder en dan gaan we zo richting het stadscentrum. Ja, ja. Zeg maar, ja, dat weet ik nog goed. Ja. Door zat de pindabranderij en de koffiebranderij. Dat klopt. En was dat van de Neutenboom? Ja, ik meen dat ook. Neutenboom of Grootring? Grootring, ja, dat kan ook wel. Ook een wasrijbier, hè? En de man is, de zonman is later begonnen met een wasrette. Want de mensen nog geen wasmachine in huis. Ja, dat klopt. Hij is met wasrette begonnen. Zo doen we dat ook aan, Herman. Ja, dat deed. Kijk, hier ook nog een paar mooie bandjes. Zien we? Ja, die vind ik mooi, ja. Ja. Een stokvis, dat is wel een imposant gebouw. Ja. Nou, maar dat vind ik echt mooie gebouw. Dat vind ik een heel mooi pandje daar.
Nou, dat was van de voetballer van Herren. Voetballer, van Vrezen dan. Hoe heet die van Vreunen? Bets Vrezen? Bets, meen ik. Bets Vrezen, ja. Maar dat was vroeger allemaal zo weer, hè. Kregen ze allemaal, als ze heel goed gingen voetballen, dan kregen ze een sigarettenwinkel. Sigarettenwinkel, ja. Dus ja. En dat weer hier aan de veermarkt zat ook eentjes. Ja, aan de Bonnebroekstraat, zat skippen. Dit was een sigarettenzaak. Ja, sigaretten, tabak, piep, tabak. Nou, en dat. En Denna? Den, dat was een zaakje ook. Op zich is dat wel een mooi pandje weer, hè? Ja, maar dat was dezelfde zaak. Die had twee pan. Dat was die Stuivenberg, met die fietsen. Weet je, verlichting en dat. Die Stuivenberg, met die, ja. Ja, met een fietsband en een fietspomp en rijwielonderdelen. Die kon je, die had die twee pannen hadden. In het ene rijwielonderdeel en het elektrotechnische materiaal. Ja, dat hadden ook. Die stopcontact kon je allemaal loskomen en dat. Die hadden daar ook, die had die twee zaken gehad. Dat is nog niet zo heel lang weg. Nee, dat is nog niet zo lang. En als je hier weg hoor. En nu zitten aan de veemarkt. Er zitten nu. Oh, ja. Kant. Ja. Kijk, weet je wat dat die rosetjes, wat dat bent? Nee. Dat bent muurankers. Dat meen je niet. Ja, dat bent muurankers. Ja. Die zijn de muren bij elkaar toch? Ja. Kijk, nou, een gangetje heen en regen, maar dat is een rosetanker, dat is een muuranker. Ja. Ja, kijk, dat is nog iemand van de bouw, hè. Ja. En hey, hier, dit was vroeger. Er zat ook een sigarettenwinkel hier vroeger. Die was van Waldeveen. In Denne? In dat zei ja, hij. Ja, heeft toch heel lang zijn. Een heel grote winkel was dat. Dat was een oorlogsinvalide was dat. En die heeft toen een sigarettenwinkel gekregen. Waldeveen heette die man. He? Die heeft toen die dat zo. Dat was al wat mooi door dat ding. Maar die boomkant lijkt nu naast maar op. Nee, dat ze een stukje. Dat was ook niet zo hoog. Een stuk heeft ze later niet opzet. Ja. Is te laat die op kunnen. Maar ze gewoon laagbouw, hè? Ja. Pand met die rosetankers. Ja, van de Holtjesstraat. Ja, is het laatste. Het bordje Holtjesstraat. Ja, dat klopt. En dat is het laatste. Dat klopt. En daar zit die al in de Grote Straat Zuid. Grote Straat Zuid, ja. Zo, de laatste Holtjesstraat is de laatste blik. Kun je nou nog zien. Ja. Voor een paar jaar is weg. Is het weg. En dat pand waar die pindabranderij is, dat is prachtig. En het jammer is dat er wat afgebroken. Dat is wel jammer daar. Ja, ik vind dat een heel mooi gebouw. Kom maar van die dok weer in. Ja, dat stil te zien. Ja. Nou, dit is het laatste. Ja. Maar misschien over een jaar of vijf weer komt het misschien appartement. Ja, dan is het pak door. Ja.